Shalom, welkom, ik ben Christel. Via indrukken, ervaringen, boodschappen en gebeurtenissen stel ik me open voor het lezen van energie. Deze keer betreft het de jaarenergie van het jaar 2022. Een van de belangrijke energieën die naar voren kwam, is de energie van ware liefde, een keuze van het hart. Vandaar is deze video ontstaan. Telke malen maak ik een aanvang met het lezen van energie in het begin van het jaar. Vaak komt de energie naarmate het jaar vordert duidelijker. Energie is net als de stroom van het leven, vloeiend en moeilijk in tijd te bepalen. We kunnen energie beschouwen als een teken, een signaal binnen of van de tijd, of een van de vele werken vol beweging, een verhaal binnen een kunstgalerij. Door het stilstaan bij de verschillende kunstwerken, hun beeld, hun expressie, peilen we, net als de bij, die van bloem naar bloem gaat, naar de nectar, de verborgen onderliggende stroom en zaken van het leven. Het is een boeiende manier om onuitgesproken, maar wel degelijk aanwezige communicatie over te brengen. Het kan ons inzicht aanreiken, een dieper begrijpen van omstandigheden, ons inspireren, ons perspectief verruimen. Voorafgaande video's van de jaarenergie 2021 in de serie Boodschappen van het Moment vormen een goede ondersteuning om ons te helpen focussen waar het over gaat. Eerdere video's uit deze reeks zijn vanuit deze optiek onlosmakelijk verbonden met de komende video's. Ze vullen elkaar aan, helpen om zaken duidelijker te stellen. In deze video wil ik samen met jou even gaan zien naar de symbolische betekenis van het getal 6. 6 is het getal van Tifaret, schoonheid en harmonie, het zesde sefirot van de levensboom, welke correspondeert met de zon. Het is de centrale sefira op de middelste pilaar, de pilaar van evenwicht, en is verbonden met de kleur geel, de zon en het hart. We kunnen het benoemen als de plek van wedergeboorte, of als de weg van bemiddelende intelligentie, waar de krachten van genade in harmonie komen met de krachten van strijd. We kunnen het ervaren als een moment dat aangebroken is, waarbij tegengestelde belangen verenigd worden en er aangevangen kan worden met de bouw van iets totaal nieuw. Het is de plaats waar we met andere ogen naar ons leven en omstandigheden kunnen zien. Het is de plaats waar we ons leven betekenisvol en zinvol kunnen ervaren en waar we liefde en schoonheid kunnen voelen. Liefde voor onszelf, voor een geliefde of voor anderen, en vertrouwen en loyaliteit ervaren binnen liefdevolle relaties. Het verwijst eveneens naar heelheid, verzoening of het in balans brengen van tegenstellingen, instemmen met het leven, leren dat ons geluk niet van anderen of situaties afhankelijk is, vertrouwen in het kennen van onze behoeften, het voelen van onze innerlijke kracht, het volgen van onze innerlijke leiding, kiezen voor het openen van ons hart en kiezen voor groei, streven naar vervolmaking van onszelf, terwijl we de zwakheden in onszelf en anderen accepteren en bereid zijn om de rijkdom en de wonderen van het leven te ervaren. Liefde wordt vaak verkeerd begrepen. Houden van onszelf is een belangrijke stap om in verbinding te komen met de kracht van universele liefde. Liefde verzet bergen. Liefde creëert liefde. Liefde gebeurt als we uit de duisternis van angst, pijn en twijfel stappen en alles in het licht van de liefde zetten. Liefde staat ons toe te groeien en te veranderen,
als ze wordt toegestaan, om ongehinderd en vrij te kunnen stromen. Het getal 6 heeft te maken met perfectie, perfecte balans, harmonie, volmaaktheid, heelheid, onze paradijselijke oorsprong en meteen ook met ons geboorterecht, de herinnering en blauwdruk van wie we daadwerkelijk zijn en de keus tussen verschillende wegen in ons leven. Wij mensen zijn geschapen op de 6e dag. Heelheid, een compleet zijn, een evenwichtig samenstromen van onze mannelijke en vrouwelijke energieën, die als een rechtopstaande en omgekeerde driehoek elkaar weten te vinden en samen een zespuntige ster laten ontstaan. Deze zespuntige ster wordt ook wel Salomons zegel of Davids schild genoemd, of zo boven, zo beneden. Het is een verwijzing naar de alchemistische oerelementen water en vuur en hun harmonische inwerking op elkaar. Kiezen we ervoor om onze plaats als geliefde, als liefde, als een meester in balans in een wereld van chaos en orde terug in te nemen? Zijn wij bereid om ons innig te laten liefhebben binnen een wederzijdse, wederkerige keuze, binnen een gebeuren waarin liefde wordt uitgewisseld? Erkennen we onze ware identiteit? Zijn we ons voldoende bewust van onze krachtige functie en het vermogen om onszelf te helen? Kunnen we dat gegeven aanvaarden, waardoor niet enkel wij zelf, maar ook anderen, als een groots geheel en met elkaar verbonden, efficiënt kunnen functioneren? Wat is er meer perfect dan de oprechte, eerlijke, betrouwbare intenties, creaties en bedoelingen van ware, echte liefde? Hoe kan het ook anders dan dat liefde een paradijselijke oorsprong heeft en een paradijselijk gegeven is? Het is het fundamenteel liefdevol concept van de gehele schepping, van elke vorm van creatie, dat nieuw leven wekt en een nieuw gelukkig begin schept. Liefde is puur en kent onschuld. Een mooie verwoording voor het ontvangen zijn zonder zonde, zonder het missen van zijn, haar doel. Doet het niet denken aan de liefdespel van Cupido, die nooit haar doel mist? Ook al wordt liefde niet beantwoord, het verandert niets aan het wezen van ware liefde zelf. Want echte liefde is, blijft, altijd, beantwoord of onbeantwoord, aanvaard of afgewezen. De liefde houdt nimmer op met liefhebben. Liefde sterft nooit, maar blijft verder bestaan, over de grenzen van tijd en ruimte, dwars door alles heen. We raken hier de essentie, de kern van ons eigen bestaan, van ons eigen wezen, het mysterie van het grote goddelijk gegeven, de bron van het leven zelf, liefde. We beschouwen het vaak niet als de as waar rond alle leven, alles in en om ons heen draait. We zijn veeleer de onschuld, de zuiverheid, de puurheid, de kracht van ware liefde verloren, omdat we deze gaandeweg zijn gaan verwarren met ons smachten naar zichtbare, aardse, materialistische opvulling van onze verlangens, waarvan we de mening zijn toegedaan dat zij ons de zekerheid, de veiligheid, de geborgenheid, het gemak en comfort geven waar we ten diepste naar op zoek zijn. In werkelijkheid heeft het alleen maar onze blik vertroebeld, vervuild. Het zoeken naar antwoorden op het waarom van ons aardse bestaan kan ons op weg helpen naar het herinneren wie we werkelijk zijn. Het kan ons helpen terugkeren naar het vinden van de onvoorwaardelijke liefde, die reeds vanaf ons prille begin aanwezig is en overschaduwd wordt door onze ervaringen van oordelen en verwachtingspatronen,
die ons vastgekluisterd houden in een web van voorwaardelijke liefde. We kunnen onszelf bevrijden uit het web van voorwaardelijke liefde, als we ons hiervan bewust worden en het zien als een waarschuwing om ons niet te snel tevreden te stellen met minder, maar in plaats daarvan durven streven naar de hoogste normen en waarden. De jaarenergie van het getal 6, waarin we ons bevinden, kan te maken hebben met het ons nieuw of opnieuw wakker maken voor een liefde, een romance voor het leven of voor een heel intieme platonische relatie die ons nauw aan het hart ligt en die kan voelen als een opnieuw thuiskomen bij onszelf en de ander. Het kan verwijzen naar een nieuwe relatie, de job die we al altijd voor onszelf wensten, of het vinden van het grote geluk binnen een huidige relatie of belangrijke levenskeuzes, waardoor ons leven een totaal nieuwe wending krijgt, of naar het vinden van de uiteindelijke harmonie waar men naar op zoek is. Krachtige relaties, connecties kunnen ontwikkelen met nieuwe personen of situaties die ons leven binnenkomen, of reeds bestaande relaties kunnen evolueren naar een dieper, intenser niveau. Een nieuw gebeuren, een belangrijke relatie, een grote liefdeservaring kan ons veel en grote liefde laten ervaren, die ons diep weet te raken, vervult en ons sterk bezighoudt. Gelukzalige ervaringen kunnen plaatsvinden. Het gaat hier over iets groots, iets bijzonders, iets ingrijpend, iets wat ons leven en onszelf voor altijd zal veranderen. Diepgevoelde emoties zullen ervaren worden door de liefde en de vriendschap die ons leven binnenkomt. Deze zaken van het hart zullen prioritair voelen, worden. Communicatie en vertrouwen laten groeien binnen dit gebeuren is een grote levenssleutel om veilig gevoelens te delen en uit te wisselen. Hoe moeilijk het ook kan wezen op zo'n moment, vergeten we niet om goed gegrond te blijven, met onze twee voetjes stevig op de grond, bewust dat het ideale niet bestaat en dat het grote geluk aanwezig is en te beleven is in ieder moment van ons leven. Na de ontmoeting met dit krachtig gebeuren van de 6-energie, zullen wij niet meer dezelfde zijn als voorheen. Het zal een blijvend effect op ons hebben. Deze ervaring van diepe en volhardende connectie, die voor het leven kan zijn, of misschien niet voor altijd, zal blijven duren. De keuze om ons hiervoor al dan niet te openen, gaat gepaard met een oorspronkelijke, noodzakelijke, belangrijke levenskeuze die ontstaat binnen onze vrije wil als mens om al dan niet volmondig ja te zeggen. Het verwijst meteen ook naar onze verantwoordelijkheid voor de keuze die we maken en de noodzakelijke bereidheid om de gevolgen van onze keuze te aanvaarden. We kunnen ons niet gedragen alsof het iets is wat buiten onszelf gebeurt. We hoeven ons niet te verstoppen als het uit de hand loopt en ons leven positief of negatief verandert. Het is onverstandig om werkelijk aanwezige problemen of gevaren te negeren wanneer deze zich voordoen. We dienen onze verantwoordelijkheid te nemen en schoon schip te maken. Het geeft een beslissing aan die mede vanuit geheel ons hart, onze ziel en verstand, genomen dient te worden en niet enkel en alleen vanuit ons hoofd, ons denken, ons intellect, ons bevattingsvermogen. Wanneer er vragen rijzen in ons denken over hoe we verder dienen te gaan, of wanneer ons verstand ervoor zorgt
dat we in kringetjes blijven ronddraaien door plagende gedachten zoals hoe gaat het uitpakken op de lange termijn en ons angst inboezemt, waardoor we geen keuze kunnen maken, is het een goed idee om de nodige stille tijd te nemen om de zaak af te wegen en voorzichtig en wijs te kiezen. Beslissingen vragen een absolute toewijding en devotie, een onvoorwaardelijk ja tot de uitkomst en zonder enige terughoudendheid. Alleen die keuze kan leiden tot de overweldigende ervaring die ons wacht. We zullen diep in ons eigen hart, in onze ziel horen te kijken naar de emoties en de antwoorden. Luisteren naar en met ons hart, terwijl we opgaan in wat ons overkomt, hoeft niet uit te sluiten dat we heel behoedzaam zijn en toch nog oog hebben voor de realiteit om ons heen. Ook al weten we niet meteen wat te doen of hoe met de situatie om te gaan, vertrouwen we erop dat we het absoluut innerlijk zullen aanvoelen en weten welke stappen we horen te nemen om tot een duidelijke keuze te komen. Wat we sterk in ons hart voelen, kan de nodige basis vormen om tot een standpunt te komen. De keuze die we zullen maken, zal een grote emotionele impact hebben voor het vervolg van ons leven en de richting die we verder uitgaan en een grote invloed hebben op onze toekomst. Het is dan ook aangewezen om zorgvuldig en weloverwogen een keuze te maken en 100% te gaan voor het waarmaken van onze keuze. De grote vraag is, zullen we de moed vinden om ons hart te volgen en volmondig ja te zeggen aan wat zich dit jaar als bijzonder intens, emotioneel liefdesgebeuren of keuzemoment in ons leven wenst te openbaren? Durven we een verbindende, bindende beslissing te nemen? Kunnen we in voor- en tegenspoed genoeg van iets of iemand houden? Zijn niet de echte helden, zij die ondanks de teleurstelling, de pijn, het verdriet en de verwondingen durven leven met een hart open voor liefde? Niks achterhouden, zichzelf helemaal geven, het leven wagen voor iemand anders. Er is geen grotere liefde. Wanneer we het goede en het slechte nemen, houden we niet langer van iemand of van het leven in stukjes, maar houden we van de gehele mens, de gehele connectie, het gehele leven. We geven onszelf helemaal. We omarmen, we omvatten, we dragen en houden van het al. We kiezen voor onvoorwaardelijke liefde en een paradijselijk leven. We streven naar harmonie vanuit een bewuste verantwoordelijkheid voor onze keuze. Enkel en alleen op deze manier kunnen we de grootste, diepgaande vervulling vinden door een keuze, een beslissing hierop te baseren, zonder daarbij andere opties of achterdeurtjes open te houden. Kiezen we om isolatie te beëindigen en een verbinding te creëren die steunt op liefde, eerlijkheid en vertrouwen. Kiezen voor de grote liefdeservaring van het volmondig ja zeggen zal leiden naar de overweldigende ervaring van waar de keuze van het hart voor staat. Een groot, onvoorwaardelijk ja. Hierbij wordt rekening gehouden en volledig geanticipeerd op wat zich in het huidig moment bij ons aanbiedt en is bepalend voor de richting in de welke we verder gaan. Belangrijk is om in te zien dat de ideale levensomstandigheden niet bestaan en het geluk dat we zoeken misschien wel reeds aanwezig is in onze huidige situatie. Onze intuïtie, de stem van ons innerlijk weten, geweten, is de beste raadgever.
Ons denken zorgt er vaak alleen maar voor dat we in kringetjes van het niet kunnen beslissen blijven ronddraaien. De oorspronkelijke vraag bij elke keuze is: zal ik wel of zal ik niet? We dragen verantwoordelijkheid voor de keuze die we maken, vanuit onze eigen vrije wil, en kunnen dan ook niet anders de gevolgen te aanvaarden. Het negeren van aanwezige waarschuwingen en gevaren is onverstandig, ook al kunnen we opteren om te doen alsof onze neus bloedt en we van niets weten. Ons ware zelf de mond snoeren leidt tot stress, onrust, onvrede, ziekte en ellende. Ware liefde luistert naar en met het hart, terwijl het oog heeft voor de realiteit. Het is nodig om zelf mee te werken aan het bereiken van ons gewenste doel. Leren om een eigen mening te vormen, ons niet al te veel te laten beïnvloeden door anderen en onze eigen weg te vinden. Keuzes maken is niet altijd makkelijk. En als we tot een keuze komen, kunnen we twijfelen of het wel echt de juiste keuze is. Ons leven is vol onzekerheid. Een keus kan aanvankelijk goed lijken. Toch kunnen we spijt krijgen over bepaalde keuzes in ons leven. Wat als het niet zozeer gaat om het maken van de juiste keuze, maar om het waarom we een keuze maken? Wat is onze motivatie die ons innerlijk beweegt, welke keuze we ook maken of hebben gemaakt, en het resultaat bevalt ons niet? Durven we vertrouwen dat we een andere keuze kunnen maken, waardoor een heel ander resultaat zichtbaar kan worden? We kunnen de intentie plaatsen om wijze keuzes te maken. Inzicht kan ons helpen om de juiste keuzes te maken, om ons bewust te maken van de dingen die er voor ons uiteindelijk toe doen. Het kan ook inhouden dat we niet zomaar iets aannemen en uitgedaagd worden om te kijken naar wat we te zien krijgen. De keuzes die we maken zijn sterk verbonden met ons doen en laten, met de manier waarop we in het leven staan. Wie kan ons een weg wijzen dat we kunnen bewandelen, zonder er later spijt van te hebben, en die ons werkelijk een gelukkige, zekere toekomst garandeert? Er is geen boek met handleiding voor het leven, zo wordt ons gezegd. Durven we even stilstaan om te kijken of deze uitspraak wel klopt? Wat met de woorden: ik ben de weg, de waarheid en het leven? Ontgullen deze geïnspireerde woorden een handleiding voor het leven? Spreekt hier iemand die bewust is en weet welke levensweg voor ons de beste is? Toch worden wij niet gedwongen om die weg te volgen. We worden aangesproken, uitgenodigd, geroepen om een verstandige keuze te maken. Er zijn twee mogelijkheden. We kunnen kiezen om op deze uitnodiging in te gaan. Of we kunnen kiezen om een leven te blijven leiden, waarbij we richtlijnen voor een gelukkig leven negeren. De keus is dringend. We weten niet wat de dag van morgen zal brengen. Denken we aan Noach. Wat als we onszelf in dezelfde positie bevinden als Noach, in de dagen voor de wereldomvattende vloed? Noach maakte de juiste keus, hing op Jahwe's aanwijzing in en bouwde een ark. Noach en zijn familie overleefden de vloed en zijn de reden dat wij mensen nu nog bestaan. Als we in staat zijn binnen de dualiteit van ons leven een zekere vorm van harmonie te bereiken tussen het oppervlakkige en iets veel diepers, tussen wat zichtbaar en onzichtbaar is, tussen het aardse en het hemelse, kan het hemel op aarde voor ons worden. Het kan een leefwereld van creativiteit worden, van kennis, vreugde en liefde,
die niet ontdaan is van alle uitdagingen of van alle mogelijkheden tot groei, maar ruimte schept waarbinnen wij mensen pijn kunnen ervaren als ook kunnen genezen. Het vergeten van ons oorspronkelijke doel van het leven, het verstrikt raken in onbelangrijke dingen, het uit het oog verliezen van onze ziel, het kompas dat ons de weg wijst, draagt bij dat we ons niet volledig kunnen vereenzelvigen met wie we werkelijk zijn. De keuze van ons hart staat symbool om het onbeschrijfelijke van vreugde, liefde en eindeloze mogelijkheden en een onbeperkt scheppen te beschrijven. De keuze van ons hart staat voor de passie, de inspiratie, de beweging, de vrijheid en de liefde die bestaat in ons hart, in ons bewustzijn. Het creëert hemel op aarde, ruimte om inzichten te ontwikkelen, vanuit een diepe verbondenheid en helende eenheid. Het is alles wat we zoeken, en meer dan dat. Het is onze ziel, onze thuisbasis, aan het woord. Namaste.